Welkom terug, dames en heren, bij Gaming Millionaires. De kandidaat van vanavond is Jordi. Hij speelt voor een jaar lang Xbox Live Gold. En we zijn bij de allerlaatste vraag. Hij heeft geen hulplijnen meer. Hij moet het helemaal in zijn eentje doen. Jordi, ben je er klaar voor? Ja. Absolute concentratie en stilte in de studio. Licht uit, spot aan! Jordi, waar staat de algemene gamingafkorting MMO voor? Dat weet ik niet. Is dat A, Mega Man Online, B, Mechanical Monster Onslaught, C, Massive Multiplayer Online, of D, My Moron Office? Oh, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. D, dat ligt heel voor de hand liggend. Maar dat zeg ik niet direct, want als ik zo doe, denk ik, nee, kan D niet zijn. A klinkt als een goed iets. Het is een algemene game. Ja, het is algemeen. Dat is zo moeilijk. Het kan alles zijn. A. Het is niet zeggens. Het zegt niks. A. Nee. Weg. Maar B daarentegen. B klinkt als een spel dat je massaal online speelt. Dus ik denk dat daar die connectie wel zit. Maar dan sla ik mezelf in mijn gezicht en dan denk ik, nee. C. Ik ga voor C! Antwoord C. Antwoord C. Je weet het zeker. C! Geen enkele twijfel. Nee, kappen! C! C? C. Dan vullen we in. Antwoord C. MMO, waar staat dat toch voor? Het antwoord is in ieder geval niet antwoord A. Het is ook zeker niet antwoord D. Nou, dat dacht ik al! Dat dacht ik al. Het goede antwoord. MMO, het staat voor. C! Ja! Gefeliciteerd! Jordi van den Hoek uit Amsterdam. Je krijgt een jaar lang Xbox Live Gold. Wat? Zei je Xbox Gold? Ja. Ik ben een gamer. Ik heb een PlayStation 4. Fuck die shit. We gaan naar de reclame. Welkom bij Gaming Geeks, het game-gerelateerde programma dat altijd eerlijk, kritisch en oprecht is. Mijn naam is Jordi. En ik ben Jim. Dit is Dying Light. Dying Light is een first-person action-adventure zombie game waarin je verschillende quests moet doen, objecten verzamelen in de wereld en je moet natuurlijk ontzettend veel zombies killen. De game speelt zich af in een open wereld. Dat betekent dat je kan gaan en staan waar je maar wil. En door de freerunners optie kan je ook nog eens een keer op daken. Gewoon echt als een verboden Zwarte Piet zeggen, fuck die shit, ik klim het dak op. Word je overspoeld door 50 zombies, is niet erg, want je hebt een grappling hook. En als motherfucking Spider-Man, je zwiept zo weg. En dit kan je samen met 3 vrienden online doen. De game wordt ontwikkeld door Techland, dezelfde studio achter de game Dead Island. En dat zie je terug in de gameplay. Er zijn natuurlijk al vuurwapens aanwezig, zoals een shotgun, assault rifle en pistool. Maar de nadruk ligt op melee combat. Door de wereld heen liggen verschillende wapens, maar ook spullen waarmee je die wapens kan upgraden. Je kan bijvoorbeeld een aantal spijkers op een honkbalknuppel plakken voor extra schade. Wat heel erg gaaf is aan deze game is dat je ontzettend veel bewegingsvrijheid hebt. Natuurlijk ook door het freerunnen, dat je overal op kan klimmen. Maar ook andere acties kan je doen, zoals bijvoorbeeld een sliding tackle. Of je kan zelfs op de schouders van een zombie springen. Dan krijg je een gigantische sprong. Dan kan je gewoon in die afdaling kan je honkbalknuppel in zo'n zombiehoofd planten. Dat is ontzettend heerlijk. Dat gevoel van macht tegen al die nutteloze zombies. Wat ook vet is, zijn de verschillende RPG-elementen. Je wapens zijn, zoals gezegd, te upgraden, maar ook jouw personage. Zo kan je verschillende skills unlocken. En naarmate de game vordert, kan je dus ook meer en sterkere zombies aan. En zoals we van Dead Island vooral gewend zijn, het is tropisch als mijn aars. Je komt al aan in de game met een cocktail. Dat is gewoon heerlijk. Maar op een gegeven moment, de zon gaat onder. Het wordt duister, de maan komt omhoog. En andere spelers, ja, die gaan jouw game in als een speciale zombie. Ja, dit is heel erg vet, want hierdoor wordt de game ineens asymmetrisch. En verandert het van een co-op game ineens in een deathmatch game. Je moet ineens strijden tegen elkaar. Wel heel erg vet, maar wat hier het nadeel aan is dat je deze mode alleen maar kan spelen als je de game pre-ordert.
Ik had dit vanmorgen nog. Ik stond gewoon heerlijk in een café te wachten op een kopje koffie. De bediener komt eraan. Alsjeblieft, meneer. Ik zeg, meneer, waar de fuck is mijn schuimlaag? Die man zegt, schuimlaag? Ja, maar die had je niet gepreorderd. Dat had je buiten de rij al moeten bestellen. Dus krijg je hem niet. Dat is toch... bullshit! Het is, slaat helemaal nergens op. Het is alsof ze content voor je achterhouden om meer geld te eisen. Want als je de game al hebt en je wilt deze multiplayer stand spelen, je denkt, ah, ik wil lekker Jordi's game infecteren met mijn speciale zombie, dan moet je natuurlijk weer extra geld dokken. Het is gewoon schandalig dat ze dit achterhouden, want het is ontwikkeld. Het staat op de disc. Laat het ons gewoon doen. Of Dying Light dus nog het licht gaat zien, dat is nog de vraag. De game wordt verwacht op 30 januari. Gelukkig komt hij wel uit op de PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 en de Xbox One. Hallo en welkom bij de Twitter Review, waar wij games in vogelvlucht bespreken. Eén game is slechts 140 tekens. Dit keer gaan we het hebben over Call of Duty Advanced Warfare. Dit is alweer het 11e deel in het jaarlijkse shooterfestijn gepubliceerd door Activision. Sledgehammer mag deze keer een Call of Duty game maken en dit keer gaan we naar de toekomst. Dat betekent exosuits waarmee je extra krachten krijgt en die de gameplay eindelijk eens een keer kunnen vernieuwen. Call of Duty Advanced Warfare. Nog 109 tekens, Jordi, wat valt je op aan deze game? Het is gewoon zo heerlijk. Back to the future. Back to the future. 1.21 gigawatt. En al die gasten met die exosuits en net zo van... Het is gewoon... Natuurlijk die robot, dat is Robocop. Robocop, het is hartstikke leuk. En ja, je speelt natuurlijk wel als een Amerikaan, want het is Call of Duty, het is ook cliché. US Marine, sir! US Marine, sir! Oh, she can you see? America! America. Maar wat viel jou echt op in deze game waarvan je zei... Ja, het is geen House of Cards meer, het is een House of Guns! Hij zit erin, Kevin fucking Spacey! Oh, wat ik ook heel erg vet vind is in de singleplayer... Dan kan je zo'n deur van zo'n auto afrappen en die kan je dan... schild voor gebruiken! En dat is dus een open deur in trappen! Hey. Wat zijn we toch grappig. Hey, maar het is online, het dus... Het is online, dus we kunnen gewoon je moeder neuken. Hashtag neuk je moeder op Xbox Live en we zijn eruit. De Twitter review is uiteindelijk geworden Call of Duty Advanced Warfare. Hashtag back to the future, Robocop, US Marine, sir, America. Yeah, daar gaat het ook om. House of Guns, want hey, Kevin Spacey zit erin. Een open deur intrappen en natuurlijk hashtag neuk je moeder. En cent. Heb je ook een Twitter review, tweet deze dan naar @GamerGeeksNL. En vergeet niet de hashtag 101TV erbij te vermelden. En speel jij ook zo erg van Kevin Spacey? Ga dan naar www.GamerGeeks.nl.